Het jeugdparlement heeft vandaag een jongerenconferentie gehouden over het onderwijssysteem in Suriname. Dit in verband met de Internationale Dag van de Jeugd, en dat was op 12 augustus. De conferentie is ondersteund door de United Nations Population Fund en de UNICEF. Minister Ildis Polakbigli, die de conferentie opende, onderstreepte dat meer dan ooit het onderwijs in Suriname getransformeerd moet worden. Ook pleit ze voor betere bescherming van kinderen. En ik probeer dus een punt te maken dat onderwijs dus moet aansluiten op wat de labormarkt, wat ons werk verwacht van ons. Als ik mensen van de universiteit krijg, bijvoorbeeld internationale betrekkingen, dan moeten ze niet alleen papers kunnen schrijven, maar ze moeten ook kunnen bloggen, ze moeten ook kunnen researchen, ze moeten ook digitaal actief zijn, zodat ze in die diplomatieke wereld een plek hebben. Maar de vraag is, draagt de universiteit bij aan die skills? Dus, dat betekent ons onderwijssysteem moet getransformeerd worden. En ik wil voor het gemak, voor jullie eigen kennis en oriëntatie, verwijzen naar het rapport van de CARICOM Commission on Youth Development. Het is nog steeds relevant. Die documentatie, de research die daaruit voort is gekomen over onderwijs. UNICEF Program Manager Patrick Matala zei dat wordt geprobeerd om inhoud te geven aan de agenda van de Verenigde Naties, waarbij alle kinderen over de hele wereld gelijke rechten hebben en toegang tot het onderwijs. But let me also repeat the word of the Minister of Foreign Affairs. I think we need to make a transformation of our education system by providing other learning opportunities in social sciences, in arts, also in technology for development. And this will be very helpful for us, and we can bring with us all other youngs who are in the road that we are calling out of school. As we gathered here with today young people prepared to go into discussion and lend their hand to shape a more sustainable future, we as adults must gather around their needs and aspirations and build a commitment to invest in their learning, skills development and participation in society. Break young minds are determined to learn, but still many adolescents are out of school, as I mentioned. They need more support to access quality education and other opportunities to start training and building their skill. Dat was UNICEF Program Manager Patrick Matala vandaag bij de Jongerenconferentie in Turarica. De conferentie is gehouden in verband met de Internationale Dag van de Jeugd.